En in tegenstelling tot de DR. Deze beesten moeten we zoeken. Is de Valkenzorg natuurlijk wel finish gegaan. Het was natuurlijk vroeger in Nederlands bezit. En later kwamen dus mensen uit Engeland die kwamen er even zeggen hoe we dat hier in Nederland moesten doen. En het was met een jaar was het dus gebeurd. Dus toen alle werknemers er achteruit. Het was afgelopen. Helaas. En hier voor ons zien we dan de schutsluis. Maakt niet uit hoor. Schutsluis, de pol. Hij vertelt alles. Nou, dit is dus ook een onderdeel van het pietenpad. De mensen die een pietenpad lopen, die komen hier over de schutsluis heen. En die komen dan, het zij in Etten of in Gaanderen uit. De pietenpad. Een stuk van het pietenpad traject. Jacob en Helmut hebben dat ook gelopen, helaas. Laat eens zien. Kijk. Staat hij nou? Oh ja, hier, de ooievaar, als je hem ziet. Ja, hier draaien we ons weer, hier keren we ons weer, hier zwaaien we, zoals dat heet. En dan hebben we aan de rechterhand de zuiveringsinstallatie van Rijn IJssel. Men kan het goed ruiken. Ja, nou, zo. Precies, dat ruik je echt. Wat ruik je? Nou, ruik je niks. Maar we zijn toch hartstikke blij dat, dat die waterzuivering er is. Waterzuivering. Ja. Dan gaan ze alle vieze en alles eruit en zo eruit halen en het schoonmaken. Ja, dat ruik je echt. Ja, precies. Ja. Goed, hè? Waarom zijn we anders gedraaid? Anders hadden wij dit water moeten drinken. Moeten we terug gaan. Ja, en het is zo dat eigenlijk het water die we hier drinken niet van deze zuivering komt. Nee, het water wat wij dus drinken, dat is nog eigenlijk natuurwater. Het wordt opgepompt in de pol. En de pol die ligt eigenlijk dan een stukje verder richting Gaanderen. Okay. Ja, dat is ook weer een stukje tussen Gaanderen en Doetinchem. Dat heet dan de pol. En daar wordt dus het water opgepompt. Het water wat hier dus schoongemaakt wordt, dus het verreinigen, onverreinigde water, dat wordt teruggegeven hier aan de Oude IJssel. Ja. En men probeert dat zo lang mogelijk vol te houden. Ik heb er niet koud hoor. Straks gaan ze aan onze kant elkaar. Zonnetje proberen te schijnen. Ja. Alsjeblieft. Gelukkig doe je dat zelf, schat. Nou, wanneer we het dan toch over het waterschap hebben, dan. Het waterschap dat beheert zo'n beetje zo'n 3500 kilometer watergang. Zoals onder andere de Oude IJssel. En ze beheren zo'n 140 kilometer aan dijken. Het werkgebied is zo'n beetje 200.000 hectare. Het schap dat onderhoudt stuwen, 14 stuks, rioolzuiveringsinstallaties en 26 gemalen. Dus om het overtollige water weg te pompen. En dat betekent dat dankzij het waterschap wij hier in de Achterhoek droge voeten houden. Ja, daar zijn we blij mee. Als dat je groot zwembad gaat. Ja, maar dat was het dus inderdaad vroeger dus ook. Hè. Wanneer we dus teruggaan naar de eerste ijstijd, toen waren hier allemaal eigenlijk vanaf de grens Duitsland. Ja. Allemaal hele smalle geulen. Ja, en dat was de eerste ontstaan van de Rijn. Het was eigenlijk in de Achterhoek. Dus daar ontstond het dus. Ja.
Voor de polderingen en zo is dat. Ja, en kanaliseren van ook onder andere de Oude IJssel. Ja. Maar dat praten we dus echt al heel veel terug. Wil men daar dus alles van weten, dan zou men het beste terecht kunnen in Vasselden. Met minus 40 Celsius. Dat vind ik super grappig. Dat is een museum. Ja. Ja. Als je in en uitzoomt, gaat het zo. Betreffende dus die uitzoomt. Ja. Ook als je uitgaat, ja. En al die dingen die dus eigenlijk opgegraven zijn bij het oprichten van de grindgaten, zoals wij dat dus noemen in Netteren. Ja, bij Azewijn is zo'n grindgat en daar werd dus gebakken. En daar kwamen dus allerlei dingen uit de grond tevoorschijn. En dat heeft men dus verzameld. En dus alles onbekend gemaakt. Dus heel interessant te zien. Ja. Dan moeten wij toch zelf doen, anders moeten we er toch voor betalen. Nee hoor. Maak wel even een mooie foto. Dus ja, die kan dat wel even voor ons doen. Maar de plaat is wel mooi, hè? Die is even boven gaan staan, die is heel lekker hoog. Die is helemaal de zwerm van ons hout. Een beetje dat is een beetje 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 Wauw, goed man. Kan niet zeker. Laat je even die andersom moeten liggen, want de plantjes met jou niet. Nu is het er volgens mij wel. Ja. Ik heb wauw, heel goed man. Welke maanden is het er wel en welke maanden is het er niet? Vooral in augustus, september. Tot daarna. Je zit er ook een dijk op, hè? Dat klopt. Gewoon van de boot, hè? In Nederland. We gaan de video afsluiten. Dames en heren, dank voor het kijken. Lekker en even. Keer als je blijft volgen. Alle video's. Zeg niet ciao. Later.